Meneer, naar loket gaat hij die stapen om 8 euro. Is dat het? Het is voor 2 plusjes voor vanavond. Meneer, hè? Als ik hier zitten van s morgen 7 uur, dan stond er ook mensen die de eerste willen zenden. Weet je dat, meneer? Hè? Dat is na 3 maanden dat ze met je schouw om trouw trazen zijn. En nadat de laatste avond is, moet hij erin springen vooral. Dat gaat niet, hè, meneer. Dat gaat niet, hè. Zo, dan zal ik wachten tot meneer dat je open doet, hè, meneer. Er zal niks anders op zitten, hè, meneer. Ah ja, hè. En hij mag, ik wou horen zeggen dat, dat de show zo goed is en een mensje wil dat zien, hè, meneer. Meneer, dat is niet van willen zijn, dat moeten zijn. Ja. Ja, maar ik heb de Leo Martijn, de Gaston Bergmans, nog nooit niet live gezien, verstaat? Live, nog nooit niet gezien, live. Meneer, die spelen niet alleen met hun live, die spelen met alles. Hun naam, nee. Hun gezicht, met alles. Nee, ik bedoel... Je moet Maas niet leren kennen, meneer. Ik heb alles van hun gezien. Ja. Nou, in deze show, hè. Ja. Komt er een scène van 2 vissers. Allee. Meneer, ik dacht dat ik het krijg als de Gaston op een moment tegen de Leo zegt, zou ik dat in een kikvers willen zetten. Jammer, ik zal het wel zien. Nee, zei de Leo, nee, geen kikvers. Weet je wat de Gaston zei? Nee. Blijf dat maar een dik op zijn. Ik zal het wel zien, meneer. En dan die sketch deze doen. Ja, maar meneer, dan kan ik toch niet alles vertellen, zeker? Ik kom speciaal voor... Als je alles vertelt, heb ik er niks aan, hè? Ja, dan is door de gat eraf, ja, dan heb ik er niks aan, hè? Oh, dan is het niet nodig dat je nog ik kom speciaal voor... Oh, ja. Als ik naar het slot vertel, dan weet alles, hè, dan moet ik niet komen. Want als ik naar vertel, dat ze plisten een pannenkoek in de zon gooien. Wacht, meneer. Als het blijft, als ik alles vertel, is het niet nodig dat je kostjes kan komen te gaan zien, hè, meneer? Oh, ja. En dan heb je er niks niet meer aan. Heb ik er niks aan, was dat een vreed? Oh, ja. Heb je de Gaston Bergmans al bij zich gezien? Wie is dat? Gaston Bergmans, al bij zich gezien? Bergmans? Oh ja. Maar de Leo Martijn staat toch bij, hè, meneer? Je staat er bij, joh. Nee, maar ik heb horen zeggen, zeg, hey, die Leo Martijn, dat moet nog alle manneke van de show zijn. Dat moet een kraks zijn. Manneke, dat moet een kraks zijn. Oh. Ik kan niet tegen mijn hart spreken, meneer, maar geef maar een Bergmans. Ja, voor wat? Ja. De Leo. Wat? De Leo. Dat is een aardig karakter, hè. Pas op, ik ken die man, ik heb die al gehad. Ja, meneer, maar dat is mijn zaken niet, meneer. Die jongen zijn karakter. Als die jongen maar kan doorlachen, is dat een goeie, weet je dat? Meneer, als je die goed kent, gaat het er niet meer mee lachen. Hij gaat een vrouw buiten aan mijn zijde met de Gaston. Met wie? Een braaf bos. Ja, vergeet het. Een pretentieus bosje. Dat is dat hier de Bergmans. Een pretentieus bosje. Nee, dat is de Leo. Nee, dat is de Bergmans. Voilà. En de Martin. De Leo Martin. Meneer, dat is die jongens een privaat leven. Er waren geen affaire. We weten dat. Privaat. Die is toch niet zat op de scène, die is toch zat op de scène. Hé, dan is die Bergmans ook geen bloemetje, hè. Dat is geen bloemetje op de scène, die is, hè. Dat is meer een ding, een rosse dendrum. Dat is het. Zie, meneer. Het is 8:05. Wat gaat open doen? Me niet afjagen, hè. En Ella, niet dringen er buiten of niet houden, hè. Ik sta al hier. Dan stijgen dat er een man komt. Voor wat is? Het is voor 2 kaarten voor deze avond, meneer. Vanavond is alles zo uitverkocht, meneer.